kon altijd heel goed tekenen, wilde altijd heel graag van alles. Dus als ik iets tekende, dan was het meestal ook gelijk een landkaart van mijn koninkrijk of een kasteel waar ik in zou willen wonen. Ik had met mijn tekenlerares op de HBS poppenkast gespeeld altijd. Mijn tekenlerares was Tonke Dracht, de kinderboekenschrijfster van de Brief van de Koning. En zij stimuleerde me. Ze zei, kom op, je kan best naar de academie. Dat werd een beetje een ramp, want mijn ouders vonden de academie maar niks. En zeiden, doe maar de reclameafdeling, want anders verdien je geen cent. Bij de reclameafdeling vonden ze mijn ontwerpen voor oorlogsschepen en veldslagen, getekend in rode ballpoint, absoluut waardeloos. Dus dan hoefde ik ook niet meer terug te komen. En toen, na het zoveelste baantje, ging ik s'avonds naar de Vrije Academie om toch een beetje iets leuks te doen. En daar, dat was zo ontzettend leuk. En de leraren die daar waren, waren zo, die begreep ik. En eindelijk was ik niet meer het stomste jongetje van de klas, maar binnen een jaar kon ik echt heel goed schilderen voor mijn eigen gevoel. En in ieder geval, het ging lekker. Dus in Italië was ik aan het beeldhouwen, besloot dat daar toch niet zoveel lol aan te beleven was. En ging een jaar later mijn masters in grafiek halen in Californië. Dat is allemaal goed gegaan. Vooral de lithografie vond ik erg leuk. En op een goed moment smeet een fabrikant van Perspex een mislukte productie van Perspex met platen waar allemaal luchtbellen in zaten op de campus. En ik nam een aantal van die platen mee naar mijn atelier en ging daarin graveren. En dat bleek later toch een hele belangrijke stap te zijn geweest. Want wat ik deed is de dikte van die Perspex plaat gebruiken door er met een boor groeven in te maken. In die groeven drukte ik het papier met hele dikke pakken vilt tussen de pers en mijn zacht gemaakte papier, zodat de prent die eruit kwam gebobbeld was. Dat was een leuke techniek. Ik ging die gaten ook steeds dieper boren. Maar op een gegeven moment zei het papier, ik doe het niet meer, ik ga niet meer dieper, en begon te scheuren. Nou, dit is de sultan in een luie stoel. En je ziet dat hij een prachtige pofbroek heeft. Aan de achterkant op het papier zie je echt ook die deuken in het papier. Embossing op zijn Engels, of pregen in het Nederlands. Nou, daar maakte ik een aantal etsen van. Dit is Hendrik de VIII, met ook een leuke hermelijnen mantel met bubbels. En toen ik terugkwam in Nederland, had ik mijn atelier met lithopers en ging direct door met kleurenlithografie. Nou, met veel top en geklooi, oude wasmachines ombouwen tot mixers, kwam ik toch tot ruimtelijke etsen met soort puzzelstukken waar ik zinkplaten met etsgroeven op timmerde. Allemaal heel, ja, een beetje houtje, touwtje, simpel, hak, boom, klats. Op een gegeven moment ontdek ik een techniek wanneer je op een ingeïnkte zinkplaat pulp giet, ingeïnkt met oliebasis inkt, je gooit de pulp op, dan maak je een batterijtje, dan gaat er een stroompje lopen. De pulp is negatief en alles slaat neer op het negatieve, dus de toplaag van het zink corrodeert. De inkt die bovenop die toplaag zit, gaat mee en dat slaat allemaal neer op het drogende pulp. Dus dan krijg je een witte ondergrond, dat is zinkoxide. Het papier zelf is bruin en de inkt van de ets was ook bruin. Bijna tegelijkertijd met al dat velletje maken op een zinkplaat, pulp gieten enzovoort, viel er eens een keer een stukje hout in zo'n vel. Verse pulp. Nou, je moet weten, pulp is een verzameling van plantenvezels. Plantenvezels groeien, als je het door de microscoop bekijkt, als een spiraal om een holte heen die het lumen heet. En een soort limonaderietje in de kern van de plant, waardoor vocht van de wortel naar de bloem gaat. Dat spirale is zo in het allerkleinste van die vezel nog steeds aanwezig.
dat al maak je die vezel ontzettend kapot, bijna tot op de molecuul, hij blijft spiralen. Dat heeft als gevolg dat als je een velletje papier plat probeert te krijgen, dat is gewoon ontzettend veel werk. En de papierindustrie heeft enorme machines om papier te drogen en plat te houden met veel druk en hoge temperaturen en weet ik wat allemaal. Als je dat niet doet en je schept een velletje pulp en je haalt het van je zeef af en je laat het opdrogen, dan krijg je een soort wilde potato chip. Een hele krullende vorm die eigenlijk het meeste weg heeft van de natuurlijke tegenhanger van een blad. He, dit is geen blad papier, maar een blad van de boom. Dat vind ik altijd heel mooi van de Nederlandse taal, dat ze daar hetzelfde woord voor hebben. Nou, ik vertelde, er viel een stukje hout in mijn pulp. Het werd weer een potato chip, dat velletje. Behalve rondom dat houtje, daar was het papier opeens zo strak als een trommelvlies. En dat zie je ook terug in dit blad. Die nerven die zijn sterker dan gewoon het blad zelf. En die bepalen hoe dit blad opkrult als het water eruit weg verdampt. En hij, door het volumeverlies moet hij kleiner worden. Op een gegeven moment ging ik verder met mijn houtjes idee. En heb ik gewoon wat raampjes gemaakt. En daar mijn natte vellen op gespannen. Net zoals de Indianen bisonhuiden opspannen en laten drogen om mooie vlakke lappen leer te krijgen. Nou, vanuit dit hele simpele houtje-touwtje letterlijk begin, ben ik steeds ingewikkelder frames gaan maken. Ik ben die dikke knopen met vliegertouw gaan vervangen door heel dun garen en een beetje hete lijm, zodat het heel snel een heel groot frame in elkaar kon zetten. En ik vond dat ik opeens een middel had om papier in een ruimtelijke vorm te beheersen. En sowieso in een ruimtelijke vorm te krijgen, want dat beheersen kwam pas een hele tijd later. En ik beheers het nog steeds niet. De verrassingen zijn altijd nog groter dan mijn plannen. Maar dat houdt het wel spannend. Wat je dan krijgt is eigenlijk dat je dingen van het tekenen, van het lijnenspel, van vlakken en dingen en aspecten van het beeldhouden, de vormen, die combineer je. En die combineer je in een hele lichte en logische en zichzelf eigenlijk dragende materie. Als je aan het beeldhouden bent, dan is het een omzetten van het ene materiaal naar het andere, van klei naar een gipsen mal, naar aluminium cement erin of uitstoken en naar een bronsgiet. Al die stapjes, al dat indirecte, werd allemaal opgeheven door middel van werken met papierpulp. Ik heb heel veel wit en blauw gemaakt. In mei was daar een grote tentoonstelling over die bijna 80 werken die Pat en ik hebben gestuurd in het Suzhou gemeentemuseum. De Chinezen hebben een prachtige catalogus gemaakt waar nou, alles in het Engels en in het Chinees uit de doeken wordt gedaan. Van pulpmalen tot houtjes lijmen, alles zit erin. Ik wil je even laten zien hoe het werk eruit ziet voor dat winkelcentrum. Dat worden dit soort porseleinachtige golven. En dat porseleinachtige bereik ik door ontzettend veel pigment in mijn linnenpulp te gooien. Want doe je dat niet, dan krijg je een soort écru kleur. Ik wilde samen met die blauwe nerven naar een gevoel voor porselein toe. Dus heel erg wit, wit, wit. En dan knetterend die blauwe lijnen erin. En daar heb ik een stuk of 34 blauwe golven gemaakt. En op een gegeven moment begon het een beetje eentonig te worden, die blauwe zee. Dus ik besloot om een stel knettergoudgele windsurfers in te gooien. Dus dit zijn de goudgele windsurfers die
aan één lijn hangen. Eén lijn met een wartel erin, een gelagerde wartel. Zodat ze op ieder zuchtje wind van de airconditioning gaan draaien. En die golven die hangen, die zijn veel groter en zwaarder. Die hangen aan meerdere lijnen. Dus die zijn, ik geloof de helft van de tijd, statisch. Die hangen mooi stil. En die gele windsurfers die zwerven er tussendoor. Nou, op een gegeven moment komt er weer een andere opdracht. En die moet geplaatst worden in een bijna Victoriaans gebouw uit de 19e eeuw in Manchester. En dus ging ik een beetje terug weer in mijn werk en kwam weer terug bij die gekleurde lito's en dat bijna kinderboekachtige illustratieve Dr. Seuss plopte in mijn hoofd. En daar kwam dit ding uit. Dit ding is gisteren opgedroogd. Het is eigenlijk nog steeds aan het drogen. En het doet nu ook dingen die ik niet wil, want de rechterbovenhoek krult helemaal om. Die ga ik dus, zodra de film is afgelopen, op zijn gezicht leggen, met de plantenspuit weer invochtigen en hem serieus toespreken, zodat hij weer wat rechter wordt. Want hij moet niet zichzelf uit het zicht draaien. Doordat ik nu echt het werk helemaal uitontwikkeld heb, voor mijn gevoel, qua techniek, nog niet qua vormgeving, daar kun je nog steeds eindeloos in variëren en zoeken en nieuwe dingen vinden. Maar de techniek is zodanig dat ik kan zeggen van dit blijft 50 jaar goed of een eeuw goed. Ik heb ontzettend geluk gehad met mijn eerste bezoek aan de KNP. Op een gegeven moment na die Perspex etsen besloot ik van nou dat gekloot van mij, dat gaat nergens heen. Hè. Ik was met oude wasmachines kranten aan het fijn kloppen en weet ik wat allemaal. Dus ik besloot, ik schrijf een brief aan de papierfabriek en ik vertel ze wat ik wil en ik vraag of ze me willen helpen. En dat was in 1973. En toen had de industrie nog niet zo'n last van targets en 20% winst per jaar, anders verkopen die hap. Dat waren relaxte mensen ook in Maastricht bij de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek. En die zei, de hoofd van de vezellaboratorium zei, nou kom maar eens. En die is 3 dagen met me door de fabriek wezen wandelen en alles laten zien. En de man vond dat zelf ook leuk. En hij moest gewoon elke dag voor zijn vak productcontrole, samenstellen van recepten, van bestellingen. Maar maand op week op maand steeds hetzelfde. En ik wou wat anders. En dat vond hij leuk. Dus wij samen gingen heel goed. En we zien elkaar nog steeds. En dat is heel prettig. Maar zonder zo'n man was ik niet binnengekomen. Want het is een vak wat uit duizenden kleine details bestaat. En je moet ze allemaal weten. Van chemie tot machinebouw. Dat is ook nog zo'n verhaal. Want normaal maak je een velletje papier met een zeefje door een kuip met vezeltjes. Je laat het water eruit druipen. Je draait je zeef om op een gegeven moment als er genoeg water uit is. En je drukt het tegen een vochtig stuk vilt. En vilt werkt net als een spons. Dat duw je eerst de luchtbelletjes uit. En als je dan de druk eraf haalt, gaan de luchtkamertjes weer open en zuigen het natte papier aan het vilt. Nog een viltje erop, weer een velletje erop, hè, dat je zulke stapels hebt. Dat gaat onder de pers, zachtjes droog persen. Allemaal hartstikke leuk als je een boek wil maken. Maar ik wilde geen boek maken. Ik wilde ruimtelijke dingen. Ik wilde geen klein A4 velletje. Ik wilde de vrijheid in formaten. En daar kwam die fabriek weer om de hoek kijken, want daar leerde ik hoe zo'n grote papiermachine werkt, die met 100 km per uur papier van de rol laat komen. Dat gaat dankzij vacuüm. Nou, waar ik hier nou voor sta is een vacuümtafel. En dat heb ik ook weer kunnen maken dankzij een specialist die ik 's avonds in mijn tekenklas had van de Vrije Academie. Het was een aannemer. En ik, in de koffiepauze van mijn tekenles vertelde ik steeds over mijn avonturen overdag met mijn papierfabriek in aanbouw. Mijn eerste papiervormers
die implodeerde. Want ik kocht een zomaar blindelings één vacuumpomp in een tweedehands machinehandel. En die was zo sterk dat al mijn bouwsels waren daar niet tegen bestand. Dus die kisten gingen echt naar binnen en lekten dan aan alle naden. Nou, die steeds sterker en sterker gebouwd, in vreselijke toestanden. Toen kwam die aannemer en die zegt, nee hoor, je moet het anders doen. Hè. Je stort een vloer beton, daar leg je een soort plastic beddenspiraal op. Daarop een lap plastic en met een ventiel en een grote slang naar een pomp. Je krijgt een heel dun laagje vacuüm boven dat natte beton, waardoor de atmosfeer geen tegendruk meer heeft. En die gaat op die natte beton duwen met een gewicht van 1 kilo per vierkante centimeter. Het water borrelt omhoog, wordt afgevoerd en de volgende dag kan de tegelzetter op de betonvloer. Nou, dat hele idee heb ik omgedraaid. De papierpulp is mijn beton. Het lap plastic met de gaten erin, met de slangen naar de pomp, dat is mijn tafeltop. Die vacuümmat ligt weer op de tafel. Daarop een papierzeef, daarop weer een vlieseline, omdat anders mijn zeef zo vuil wordt en steeds de kleuren neemt van de laatste pulp. En ja, dat is een techniek geworden waardoor ik nou een vel kan maken van 5 bij 2,5 meter. En dat droogt dan op als het gaat krimpen tot zo'n stuk. Dat is nou pak een beet, misschien 2,5 meter. Dat komt natuurlijk niet alleen door de krimp. Het komt ook doordat ik het gevouwen en geduwd en gemodelleerd heb in een soort zigzag. En dan raak je ook een hoop lengte en breedte kwijt. Maar de krimp op het laatst, dat kun je ook in de film zien, is toch wel heel erg bepalend. Hè? Dat laatste vocht wat eruit weggaat, is zelfs nu nog de vorm aan het veranderen. Nou, dat soort dingen zijn ontzettend leuk. En ook het gevoel dat er nog steeds nieuwe mogelijkheden zijn, dat contacten met de industrie me nog meer kunnen leren, waar ik nog meer effect uit mijn papierbewegingen kan halen. Dat houdt me wakker en bij de les.